Juist. Dames en heren, Happy New Year en hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal weer bent. Het jaar 2017 is weer voorbij gevlogen. Het lijkt sowieso wel of de tijd steeds sneller gaat. Niet dat we stil hebben gezeten met z'n allen, in tegendeel. Op alle fronten, zowel privé als op het werk en in het vrijwilligersleven, is het afgelopen jaar weer genoeg gebeurd in onze actieve gemeenschap. Net als de meeste mensen heb ik aan het einde van het jaar teruggekeken op veel mooie momenten. Helaas zijn er afgelopen jaar ook meerdere momenten geweest waarop de tijd heeft stilgestaan. Denk daarbij aan de ontreddering op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, waar natuurgeweld het leven van tienduizenden inwoners van ons koninkrijk letterlijk overhoop heeft gegooid. Dichter bij huis wil ik, zonder daarbij andere trieste momenten tekort te willen doen, bij één bijzonder triest moment even stilstaan. Ik denk hierbij terug aan het overlijden van Steenbergenaar Ludo Goossens. Meer dan 30 jaar bestuurslid van de Kleine Tour, maar bij velen ook bekend als leerkracht van de Maria Regina. Een sociaal bewogen familieman op vele fronten, actief in onze gemeenschap. Een groot gemis voor zijn familie, vrienden, bekenden en voor ons allemaal. Ik zag hem afgelopen zomer voor het laatst bij mijn bezoek aan de Kleine Tour. Vanuit de auto van de voorzitter hebben we de karavaan laten stoppen om Ludo, die het evenement vanaf de zijlijn moest bekijken, te begroeten en een hart onder de riem te steken. Ze zeggen wel eens, de Tour stopt voor niemand. Dat gaat dan over de Tour de France. In Steenbergen maakte de Kleine Tour een andere keuze, door wel even stil te staan. Gelukkig waren er in 2017 ook genoeg vrolijke gebeurtenissen die we delen en die ons verbinden. Alleen al in de jaaroverzichten van de Steenbergse Bode en de Steenbergse Courant passeerden ruim 150 evenementen en activiteiten de revue waar we met plezier en heel veel plezier op terug kunnen kijken. Zowel binnen de aloude vestingswallen van Steenbergen als daarbuiten in Dinteloord, Nieuw-Vossenmeer, Kruisland, Welberg en De Heen is er met dank aan de vele vrijwilligers altijd wel iets te doen of te beleven. Keuze te over. En ik merk dat nog nadrukkelijker sinds Angela en ik hier wonen. We snappen nu heel goed waarom mensen zich hier thuis voelen. Want dat gevoel hebben wij zelf ook in no time gekregen. In 2018 leven we volgens de Chinese astrologie in het jaar van de hond. De hond staat in diezelfde Chinese astrologie voor loyaliteit en oprechtheid. Honden zijn waaks en beschermend. Deze loyaliteit en oprechtheid zullen we ook in 2018 weer nodig hebben. Het jaar van de hond is namelijk een jaar waar samenwerken ons vooruit helpt. Hier heb je een loyaal, oprecht en waakzaam bestuur voor nodig. Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er dit jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Heel Steenbergen stemt is de titel van de campagne die we als gemeente inmiddels hebben gelanceerd. In de hoop dat er meer mensen ervoor kiezen om naar de stembus te gaan. Zo krijgen we een lokale stemwijzer en met medewerking van een lokale artiesten vindt er een heus verkiezingsfestival plaats, vooral gericht op jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen. U hoort hier binnenkort nog veel meer van. Maar noteer de verkiezingsdag, woensdag 21 maart, alvast in uw agenda.
Bedenk hierbij dat we leven in een tijd waarin gemeenten in toenemende mate taken voor hun rekening moeten nemen die voorheen door het Rijk werden vervuld. Helaas vaak met minder geld. De verwachtingen van buiten het gemeentehuis veranderen mede daardoor in rap tempo. Toch liggen er ook kansen, namelijk om de kracht van onze inwoners en ondernemers samen te verbinden met de kracht van ons lokale bestuur. Redenen genoeg dus om op 21 maart in ieder geval massaal uw stem uit te brengen. De keuze is namelijk aan u. Maar goed, laten we voordat we verder vooruitblikken nog even terugkijken op het jaar 2017 dat achter ons ligt. Een jaar van kansen pakken en initiatieven steunen. Zoals ik dat tijdens de vorige nieuwjaarsbijeenkomst als thema heb bestempeld. Het is overigens goed te constateren dat dit ook gebeurd is. Zo hebben we met het Ravelijn een excellente school in onze gemeente. Chapeau. Daarnaast zijn er ondernemers die hernieuwde kansen zien op bedrijvenpark Renierpolder en in de winkelcentra van Steenbergen en Dinteloord. Ook zien we dat in onze gemeente de woningmarkt weer is aangetrokken en dat nieuwbouwprojecten weer van de grond komen. Het gaat ook goed met Brabant en onze Brabantse economie, waarin verbinding en vertrouwen de basis zijn voor innovatie en verdere internationalisering. Een uitschieter als het gaat om innovatie en internationalisering is het Cozun Innovation Center op ons bedrijventerrein in Nieuw-Prinsgeland in Dinteloord. De suikerindustrie heeft onze gemeente namelijk ooit groot gemaakt. En het Cozun Innovation Center zal er, in mijn overtuiging, in belangrijke mate toe bijdragen dat onze gemeente opnieuw furore gaat maken. Het Cozun Innovation Center is namelijk een nationaal en internationaal vliegwiel als het gaat om de biobased economy. Het zorgt voor innovatieve kansen die hun weerga niet kennen. Stelt u eens voor wat dit alles gaat betekenen voor de aantrekkingskracht op nieuwe bedrijven, de groei van de werkgelegenheid en de toekomstkansen voor jongeren in onze regio. Kansen pakken, dames en heren, dat gebeurt ook vanuit expeditie Nassau, de ontdekkingsreis naar het rijke vestingsverleden van Steenbergen, met als doel onze geschiedenis te vertalen naar het heden en de toekomst. Als eerste concrete idee kwam het levensboek naar voren, waarmee we tot het laatste toe in de race waren voor de Brabantse erfgoedprijs. Het levensboek werd uiteindelijk tweede, uit maar liefst 72 inzendingen. Een prestatie van formaat. We hebben meer gewonnen dan verloren, luidde dan ook terecht de conclusie van alle betrokkenen. Dit bijzondere boek gaat er dan ook zeker komen. Terugkijkend op 2017 zie ik ook nog zo voor me hoe enthousiast de inwoners van Nieuw-Vossenmeer het 450 jaar bestaan van hun dorp met ons hebben gevierd. Een groot spektakel was het. We hebben onze grote waardering aan de organisatie, het bestuur van Stichting 450 jaar Nieuw-Vossenmeer, dan ook laten blijken met de uitreiking van de herhoud. Een ander hoogtepunt van 2017 was de officiële opening van de vernieuwde Steenbergse haven. Met een weekend boordevol feestelijke activiteiten, compleet met een eigen havenlied, een spectaculaire openingsact en met optredens van lokale muziekgroepen en landelijk bekende artiesten. Je waande je bij het Prinsengrachtconcert, maar het was toch echt hier bij ons in Steenbergen, waar dé keuze is gemaakt om de jachthaven op te poetsen tot een waterparel van formaat. Hetzelfde gaat in 2018 gebeuren in Dinteloord. In nauwe samenspraak met de inwoners is het afgelopen jaar druk gewerkt aan het plan Centrumhaven aldaar. Bij gebrek aan een haven in de Welberg koos Sinterklaas er afgelopen jaar voor om dit keer per helikopter zijn opwachting te maken. De hulp
Sint van dienst, Ad Vermeulen, vervulde dit bijzondere ambt voor de 40ste en voor de laatste keer. Niet te geloven hoeveel kinderen hij in al die jaren heeft verblijd met zijn aanwezigheid. Ad, chapeau, dank je wel. Terugkijkend op 2017 denk ik tevens terug aan onder andere de nieuwe Ghost Town Run in Steenbergen. En de eerste Santa Run van het goede doel, voor het goede doel in Dinteloord. Maar ook het carnaval in Dinteloord is weer helemaal opgebloeid. En dat Dinteloord het peeloofdorp bij uitstek is, blijkt wel uit het kunstwerk van De Suikerbiet, dat dankzij het initiatief van de dorpsraad tot stand is gekomen op de rotonde bij de entree van het dorp. Zoals ik al zei, veel moois om op terug te kijken. Vooruitkijkend in het nieuwe jaar staat er in juni onder andere het NK wielrennen voor de jeugd in Steenbergen op het programma. Met dit evenement viert de Stichting Wielercriterium Steenbergen tevens haar 75 jaar bestaan en zal tevens gecombineerd worden met de 8e Koos Moerenhout Classic op 16 juni aanstaande. Helaas ontkom ik er ook niet aan om ook te memoreren dat er afgelopen jaar in Steenbergen-Zuid geregeld onrust werd gezaaid door helaas een nog altijd onbekende dader of daders. Ik kom hier op mijn rol als eerste verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. Een rol die, zoals u zult begrijpen, ook veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Juist nu, waarbij de veiligheid en het welzijn in de breedste zin van het woord voor al onze inwoners bovenaan staat, realiseer ik me dat dit alleen mogelijk is met een integrale aanpak en waakzaamheid van alle betrokken partijen, met name op overheidsniveau. Dit betekent nogmaals een oproep aan de politieleiding om de juiste keuze te maken, zoals het beschikbaar hebben van voldoende wijkagenten in een gemeente met inmiddels bijna 25.000 inwoners. Juist deze wijkagenten moeten genoeg tijd en middelen hebben om zichtbaar te zijn in onze wijk en om direct contact te onderhouden met u, onze inwoners. Samenwerken, dat doen we niet alleen met instanties zoals de politie, maar ook op bestuurlijk niveau, met de gemeente in onze regio. Dit geldt met name voor de bestuurlijke samenwerking op de Brabantse Wal, die het afgelopen jaar weer een nieuwe impuls heeft gekregen. De thema's wonen, werken, recreëren voeren hierbij de boventoon en sluiten naadloos aan bij onze eigen Steenbergse ambities. Hierbij geldt wel voor mij als uw burgemeester het uitgangspunt dat onze eigen identiteit gewaarborgd blijft en dat we juist door samen te werken onze zelfstandigheid kunnen behouden en mogelijk kunnen vergroten. Want ook hiervoor geldt dat het voortdurend een kwestie is van de juiste keuzes maken. Dames en heren, het is geen toeval dat ik het woord keuzes vanavond veelvuldig laat vallen. Het jaar 2018 komt, als het aan mij ligt, nadrukkelijk in het teken te staan van het thema keuzes maken. Keuzes vanuit het hart en het verstand. Zijn die dan verenigbaar? Ja, ik denk het wel. Onze harten zijn namelijk verbonden met deze gemeenschap en dus met elkaar. Dus met uw komende stemkeuze komt het ook wel goed. In dit gemeentehuis zijn er inmiddels grote veranderingen gaande. Er zijn diverse keuzes gemaakt om de blik meer naar buiten te richten. Om nog meer dan ooit de verbinding te zoeken en de juiste stappen te zetten die nodig zijn om van gemeente naar gemeenschap te komen. Dat past bij een moderne democratie. Volgens de laatste enquête, waar staat je gemeente, zijn onze inwoners in toenemende mate tevreden over het leven in Steenbergen en hun relatie met de gemeente. Daar zijn we blij om. Maar we zijn er nog niet. En we blijven daar hard aan werken om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dat kunnen we echter alleen, maar samen met u voor elkaar krijgen. Tot slot kom ik nog even terug op Heel Steenbergen Stemt. Om in de stemming te komen is er een speciaal stemmingslied geschreven.
waarvan met medewerking van koorleden uit heel onze gemeenschap een clip is gemaakt. Fantastisch om te zien en te horen hoe enthousiast deze mensen hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Waarvoor dank dat dit mede de opmaat mag zijn naar een geweldige opkomst. Overigens, na onze gezamenlijke toast gaat de clip in première. En ik nodig u dan allemaal mee uit om uit volle borst mee te zingen. In ieder geval het refreintje. U zult merken dat het lied lekker in het gehoor ligt. En dan heeft u uw stem maar alvast uitgebracht, nietwaar? Dames en heren. Ik ga afronden. Als ik nog even mag. Dames en heren, ik ga afronden. Dus nog even. Ook dat is overigens een keuze. Heeft iedereen een op zijn minst halfvol glas, dan is het moment aangebroken om met elkaar een toast uit te brengen op dit nieuwe jaar 2018. Ik zou zeggen, zoek elkaar op. Schud elkaar de hand. Wens elkaar het allerbeste voor dit nieuwe jaar met al zijn keuzes. Ik wens u vanaf deze plaats, mede namens mevrouw Angela, het hele gemeentebestuur en alle medewerkers van onze gemeente alle goeds toe. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die hier niet aanwezig is. Laten we er samen een prachtig jaar van maken. Proost en gezondheid. Proost.